Bingo Town! Yo, what up gasten, welkom bij deze nieuwe chillen zaterdag! Jazeker, ik ben Bardo Ellens en ik zit hier vandaag met Rick van Serpent Gameplay en natuurlijk van Bingo Town, want wij zijn Bingo Town. Ja, ze hebben me weer opgekocht. Chillen zaterdag. Vandaag spelen wij, wie hebben we de wijnfase? Gedonder in de glazen. Gedonder in de glazen. Ik moet zeggen, dit is een spelletje, dat hebben we al eerder gedaan op Bingo Town en ik ken dit nog van Love Letters, van vroeger. Ken je dat? Nee. Linda de Mol, dat was een spel op tv waarbij je dan een bruidegom, of een bruid of wie dan ook, die moest de glazen trekken uit de stapel en het bovenste glas, het zwarte glas, mag niet vallen. Love Letters. Ja, je moet wat, wat ik dus heel mooi vind, is dat het product is van de gal en gal, van de slijterij. Waarom verkoopt de slijterij dit? Ik vind het wel leuk, als je bij de slijterij meteen krijgt dit mee. En een hele grote fles vodka. Als je dit combineert met heel veel alcohol, wordt het wel een beter spel. Daar heb je gelijk in. Dan heb je 120%. Ik denk dat het wel sowieso om alcohol hier boven in te gieten wat naar beneden loopt, is al heel cool. Ja, brandende vloeistoffen en zo, benzine. Precies, sperma. Cool! Zoals Barbara net zei, Linda de Mol. Het zwarte glaasje moet niet vallen. Precies, steen, papier, schaar, wie mag beginnen? Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Godverdomme. En ik kies dat jij begint dan. Oeh, dat is spannend. Ben ik zo. Oh ja, we spelen trouwens voor de medailles. Oh. En Rick, ik heb er een. Rick heeft de eerste er alweer uit. Op mijn neus. Ik heb die hier ook. Oké, nou pak ik deze. Lekker symmetrisch aan het werk. Ik bouw van mijn eigen torentje hier. Met blackjack en boeren. Oh, het wordt wel spannend nu hoor. Ja, jij hebt er drie en ik heb er drie. Zo, hierboven is al een hele onstabiele constructie. Dit is jammer. Dit gaat echt wel weg. En nu wordt het dus het moment dat je echt moet gaan zoeken en doen naar... Ja, dan is de tafelbibel ook nog eens heel erg. Ja, oh die doen. Je ziet gewoon dat ding. Dat is jouw beurt, maar maakt niet uit. Ik vraag me echt af, zou ik deze weg kunnen pakken? Je zou maar zeggen dat het me kunnen. Ik ga het niet doen, ik ben een mietje, maar... Ik heb een pussy. In theorie denk ik dat het zelfs zal lukken. Ja, nee, maar. Oh. Ik zit bij deze hieronder, maar ik durf het niet. You coward. Haha! Nou Rick, je hebt gewonnen. God, wat een draag. Kun je nog een keer ophouden? Ja, we kunnen. Deze 2 van 3. Is goed. Anders dan is het ook een korte video, hè? Ja, dat is niet leuk voor de kijkertjes thuis. We kunnen een hele rare toren bouwen deze keer. Oh, doen we dat. Bouwen gewoon. We kunnen ook een 2D bouwen. 2D? Een piramidetje. Zo. Ja, maar dan kun je er niks uithalen, maar stort alles in. We volgen Rick, ik heb ja gezegd op het rare ding, dus dan doen we dat ook. Zie je? Wow! En welke kunnen we er nu nog uithalen? Ja, niks. Nou, we kunnen in ieder geval die. Nou, wel weer normaal. Oh. Wauw. Nou, we hebben een geheel nieuwe constructie verzonnen. Die wordt nu al. Vorige keer begon jij, nu begin ik wel. Nou, dat vind ik ook. Dat is de eerste. Bam! Wat? Doet het gewoon 2. Doet. Stel nog iets te los en dan wil ik mee. Deze ook. Oké, okay, en nu begint de... Hé, hé, hé. Oké, gaan we harder hoor. Nou, heb jij gewonnen en ik gewonnen. En dan moet er nog een keer. Ja, ik ga godverdomme niet. Het moet bepaald worden nu. Hé, hey, we hebben hier dobbelstenen. Wat een lot bepalen. Ik ben klaar met dit spel. Twee chillen zaterdagen in. Okay. Al die glazen op de taal, op de grond. Ja, gewoon. Boeien, ik ga dit niet opruimen. Wakkerspel gewoon. Het spel boeit niet. We hebben hier lichtgevende dobbelstenen, poging 2. Nee, die doet het niet. Nou, ik heb de lichtgevende dobbelsteen, jij niet. Wie het hoogst gooit en dan is het allemaal hoog. Precies. Weet je wat we doen? We hebben die camera. Die camera kan los. Jij hebt de dubbelsteen. Ik ook. Kijk, die van mij kan licht geven, geloof ik. Ja, zo gooi ik. Door de stuit, dan ga ik een keer. Ja, oké. Okay. Dan gooi jij die kant op en ik ook. Gewoon diep in de kamer en dan zoek de gang in. De gang in. En dan, dus wat we gaan doen voor de kijkers thuis. Rick heeft een dubbelsteen, ik ook. De mijne geeft licht. Ik flikker hem daarheen. Rick doet hetzelfde. Degene met het hoogste heeft deze chillen zaterdag gewonnen. Cool. Cool. Nou. Dit is pot gooien. Wie gaat als eerst? Gooi jij als eerst? Nee. Nou, oh, jij gooit erbij. Wat? Hij gooit tegen de deur. De gang door. Nou jij. Oh. Oké. Okay. Oké, camera, kom mee. Het is wel duidelijk wie welke dobbelsteen heeft. Dat is zelf. Eerste dobbelsteen. Ja. Is hier. Die geeft licht. Dus die voor mij. Camera. We hebben hier
Een 5. Oh, daar ga je nooit overheen komen. Een 5. Ricky. Tijd voor jouw dobbelsteen. Ik heb een kans van 1 derde dat het nog gelijk wordt of dat ik win. Dus kijk wat het dobbelsteentje is. Ja, kansloos. Kom maar, Bardo, wat denk je dat? Wat is het? Wat is het? Motherfucker! 3! 3. You got owned! Hier, wacht. Rick, hier, ik heb hier iets bij me. De gouden medaille van elke chille zaterdag. Kronig bij me gewoon. Ik heb dit zo eerlijk. Ik ben, dan moet ik op de knie uit. Nou, allebei. Dit is nu echt dicht aan gaan worden. Waarom doen we dit zo? Kusje erop. Ja, echt. Nou, ja, 3-5. Ik heb gewonnen deze chille zaterdag. Vond je het een leuke video? Geef ervan een duimpje omhoog. Wow. Abonneer hier beneden. En volgende week zaterdag zijn we weer met... Chille zaterdag. Tot dan, hè. Later. Latertje. Ik ben ondertussen gewoon aan het opruimen. Oh,